De Rotterdamse skyline zal binnenkort een nieuw icoonrijker zijn. BAM Bouw en Techniek laat de komende jaren op het Rotterdamse scheepvaartkwartier de Zalmhaven verrijzen. Eén woontoren van 215 meter, geflankeerd door twee woongebouwen van 70 meter hoog, maakt de Zalmhaven de hoogste woontoren van de Benelux. De Zalmhaven 1 wordt veilig en efficiënt gebouwd met behulp van een hijsloods. Het is een volledig geconditioneerde en ingerichte bouwplaats dat na het voltooien van een etage omhoog gevijzeld wordt. In de hijsloods zijn 10 verschillende gespecialiseerde onderaannemers parallel aan het werk. Ieder vanuit hun eigen expertise en met hun eigen behoefte aan bouwmaterialen, informatie en noodzakelijke controles. Door hier te werken met de hijsloods hebben we een bouwtempo dat zeer hoog ligt. Veel activiteiten die we in een kort tijdsbestek moeten waarmaken en allemaal strak op elkaar moeten organiseren. Dit vraagt veel coördinatie. Dit kun je doen door eenzijdig een planning op te leggen. Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om een basis zelf te maken en vervolgens met alle partijen, alle betrokkenen, de leanplanning te maken. Daarin heeft iedere partij zijn eigen bewerkingen en zijn eigen doorlooptijden gepland. We hebben gezamenlijk alle raakvlakken op elkaar afgestemd. Nou, dit zorgt ervoor dat inderdaad iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen geplande werkzaamheden. We werken hier in serie, dus de eerste ene partij die gaat door naar het volgende vak, komt de andere partij erachteraan. Op het moment dat het treintje stil komt te staan, dan heeft iedereen er last van. Dus iedereen heeft er belang bij dat ieder knelpunt wat boven komt drijven, tot we dat gezamenlijk oplossen. En tot we zo als een treintje in de planning de vloer over kunnen. De Zalmhaven 1 wordt een woontoren met 57 woonlagen, een horecaruimte in de top van het gebouw en bedrijfsruimte in de onderste lagen. Bij een omvangrijk bouwproject als dit is het cruciaal om goede orchestratie aan te brengen en te behouden. Kleine miscalculaties in de doorlooptijd van activiteiten leiden immers bij een groot volume aan diezelfde activiteiten tot een potentieel grote vertraging in de oplevering. We hebben hier in de hijsloods veel mensen, veel activiteiten, veel bewegingen. Alles nauwsluiten. Wij doen multi-momentopnames door middel van een iPad of een tablet. Daarop staan wij vooraf ingevuld de bewerkingen die we gaan doen met verschillende deelbewerkingen. En dan toetsen we echt letterlijk met een stopwatch hoe lang duurt bewerking A, hoe lang duurt bewerking B, hoe lang duurt bewerking C. En om volgens waar nodig de planning te herzien. Dit zorgt ervoor dat wij de oplevering op tijd kunnen halen door niet alleen nu heel ver vooruit te kunnen kijken en van ja, lopen wij ongeveer op planning. Maar ervoor zorgt dat we alle deeloplevering voor onszelf ook tijdig halen. En zo ook vooraf weten dat we op tijd klaar zijn. De Zalmhaven 1 wordt grotendeels opgebouwd uit prefab bouwonderdelen. Kant-en-klare stukken gebouw worden vanuit een hub elders in de stad met trailers aangeleverd. Dat is een flinke logistieke uitdaging. Het hijsen van de vracht gebeurt met een speciaal hiervoor ingerichte kraan. De elementen worden neergelegd op het juk in de hijsloods en vervolgens gemonteerd met een speciaal daarvoor ingerichte montagekraan. We bouwen hier zo efficiënt mogelijk door alle vrachten van tevoren in het ticketsysteem in te voeren. Alle partijen vragen een ticket aan op basis van de planning. Die keuren wij, als die goed is ingevoerd, keuren wij die goed. Vrachten rijden vervolgens naar de rand van Rotterdam naar onze hub. En vervolgens worden ze op afroep, middels goedgekeurd bouwticket, worden ze naar de bouwplaats afgeroepen. Worden ze op de bouw binnen een bufferplaats neergezet. En vervolgens zodra de opstelplaats onder de hijskraan, onder de hijsloods leeg is, just in time daar aan te rijden, aan te pikken en de last omhoog te hijsen. Het proces van de hijsloods en de logistieke keten daarbij is op maat gemaakt, zodat er exact en per dag kan worden bijgestuurd op de toevoer, bijvoorbeeld in het geval van kleine vertragingen of versnellingen. Op die manier hebben wij altijd een constante aanvoer, kunnen wij de productie op de vloer, onze planning kunnen we waarborgen. En tevens doordat wij vrachten kunnen combineren, beperken we het aantal vrachten binnenstedelijk. Dus de verkeerslast van zo'n grote toren, die kunnen we daardoor beperken in de omgeving. En daarna tevens de CO2-uitstoot, niet alleen binnenstedelijk, maar ook voor het project zelf kunnen we daarmee reduceren. Veiligheid gaat boven alles. En daarom zijn een aantal belangrijke beslissingen genomen bij de bouw van de Zalmhaven. Doordat wij een hijsloods hebben, hebben we niet alleen een ideale werkomstandigheid voor alle mensen die boven werken. Maar daarnaast, wij zijn grote en zware elementen omhoog aan het hijsen. Dat doen wij door aan één zijde van het gebouw te hijsen. Daar hebben we vervolgens de riggers die zorgen ervoor dat de last op een veilige manier wordt, in eerste instantie losgekoppeld van de wagen, aangekoppeld wordt in de kraan die door de kraanmachinist bediend wordt die boven in de hijsloods zit. Boven in de hijsloods heeft hij eigenlijk een eigen controlekamer, waar dat hij op de camera's die beneden hangen de elementen altijd kan zien. De rigger die staat vervolgens met een portofoon in contact met de kraanmachinist. Die sturen samen het element los van de wagen en zodra die los is, dan geeft de rigger een soort van signaal vrij en dan kan het element omhoog gehaald worden. Stel een element zou uit de kraan vallen, valt die altijd binnen het bouwterrein.
Daarnaast, als we boven staan, hebben we een heel groot gebouw, zou die over de rand van het gebouw vallen, zou die buiten je bouwterrein vallen. Nou, hierdoor, doordat we ook een loods hebben die op zichzelf zeer stijf en sterk is, zodra hij zou wegzakken, valt hij tegen de wand van de loods aan, valt hij nooit naar beneden. Daardoor kunnen wij binnenstedelijk op een postzegel op een veilige manier de elementen naar boven halen en op een veilige manier bouwen. Het voordeel van het bouwen met de hijsloods is dat wij een strak georganiseerd proces hebben voor de logistiek, maar ook voor de planning. En uiteindelijk realiseren wij in 5 werkdagen een verdieping en in 40 maanden deze toren.